De Koran vertaald in 67 verschillende talen. Het is een van de meerdere tentoonstellingen in de Brabanthal dit weekend. Duizenden moslims komen hier samen om met elkaar in gesprek te gaan en bij te leren over hun religie. Bijvoorbeeld hoe de theorie van het ontstaan van het universum past binnen de islam. We hebben hier uitgelegd hoe dat in islam, in de tijd van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, 1400 jaar geleden ongeveer, al hetgeen dat hier staat vermeld over de oerkanaal, over de zwarte gat, dus de black hole, evolutie en zo, dat al allemaal uitgelegd geweest was. En dat de wetenschappers een paar eeuwen geleden het dan pas hadden uitgevonden. De mannen en de vrouwen hebben een aparte zaal. Zo kunnen de vrouwen hun hoofddoek wat losser laten hangen of afnemen. Daarom willen ze ook niet herkenbaar in beeld komen. Maar toch is de hoofddoek volgens hen geen vorm van onderdrukking. Integendeel, zeggen ze. Het was altijd een soort van herinnering van oké, ik heb God en die is er altijd voor mij. En ik ben PhD aan het doen en een PhD is heel zwaar. Maar ik denk dat juist het verschil tussen mij en mijn medestudenten is dat ik God heb. Dat ik weet dat God mij doorheen deze pad wel zal doortrekken. Want juist in de islam promoten ze dat vrouwen moeten verder studeren en hun kennis moeten verrijken. En ik denk dat ik door het feit dat ik in het Westen ben opgegroeid, als een moslima kan aantonen dat dit de ware leer van de islam is.